Boeren mogen echt niet demonstreren met trekkers. Dat heeft de rechter vanmiddag bepaald. Tot verbazing van de boeren. De coronacrisis is niet een veiligheidscrisis. Ik bedoel, de trekkers dragen niet bij aan meer corona of minder corona. Dus dat is eigenlijk in mijn ogen een hele rare uitspraak. Gemeente De Wolde eist herstel verbouwde boerderij in Ruinewold. Zo'n 15 miljoen nodig voor onderhoud aan wegen en water in Drenthe. En het weer, vandaag met Robert. Ja, we zijn hier maar helemaal gaan schoenen in de Allehandzagerij in Gildenbrug. Want het is buiten niet te doen, dat zullen we wel begrijpen. Ik vertel je er dan wel even meer over na het nijs. Goedenavond. Het verbod voor boeren om te demonstreren met landbouwmachines blijft van kracht. Dat heeft de rechter in Groningen vandaag bepaald. Het symbool, de trekker, wordt een beetje van de boer afgepakt. Het voelt een beetje als dat de democratie een slag verloren heeft vandaag. Het kortgeding was aangespannen door de Farmers Defence Force. Die organisatie zat gisteren ook achter de demonstratie bij vuilverwerker Atero in Wijster. Volgens de boerenactiegroep is het verbod een inperking van het grondrecht op demonstreren. Maar volgens de rechter is de veiligheid in het geding. Zeker omdat de coronamaatregelen nog gelden. Tot verbazing van de boeren. In de wet staat als er een crisis of een ramp is, mag je zulke soort heftige maatregelen doen. Die democratie eigenlijk best wel ondermijnen natuurlijk, als je gesnoerd wordt. Die gebruiken ze nou de corona, maar het is natuurlijk onzin dat... De coronacrisis is niet een veiligheidscrisis. Ik bedoel, de trekkers dragen niet bij aan meer corona of minder corona. Dus dat is eigenlijk in mijn ogen een hele rare uitspraak. De zaak van vandaag was aangespannen tegen de veiligheidsregio Groningen. Omdat de veiligheidsregio Drenthe eenzelfde verbod heeft uitgevaardigd tot maandagmorgen 7 uur, volgde plaatsvervangend voorzitter van de VRD Erik van Oosterhout de zaak met interesse. Nou ja, we hebben gelijk gekregen van de rechter om dit door te laten gaan. Maar volgens mij is dat niet het belangrijkste punt. Volgens mij hebben de boeren een belangrijk punt. Daar kunnen we ons inhoudelijk gezien ook een heel belangrijk deel wel in vinden. En nu hebben we eigenlijk 48 uur hebben we alleen maar een discussie of je wel of niet met een trekker op de openbare weg was in het kader van een demonstratie. Dus volgens mij leidt het wat af van de echte discussie die er zou moeten gaan over het landbouwbeleid. De boeren demonstreren uit onvrede over de landbouwminister. Die wil onder meer dat ze geen eiwitrijk krachtvoer meer gebruiken om de uitstoot van stikstof omlaag te brengen. Volgens de boeren gaat dit ten koste van de melkopbrengst en van de gezondheid van hun koeien. Ze overwegen nu of ze naar de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens stappen. Maar of de acties met de trekkers nu voorbij zijn... Ja, de minister die neemt geen verantwoordelijkheid nu draconische, belachelijke maatregel fatsoenlijk uit te leggen aan de boeren. En als je dat niet doet, als je wegkijkt en je laat het maar gebeuren, dan snappen wij de boosheid en de reacties in de landen. Nogmaals, FDF gaat niet oproepen tot bepaalde acties met trekkers. We gaan het niet ontraden, zolang het verbod geldt. En dat is in principe tot maandag. Maar wij gaan het ook niet ontmoedigen. Ik bedoel, die boeren die boos op pad gaan, ik snap ze donders goed. Want ik ben eigenlijk net zo boos. Er is een zak vol geld voor nodig, maar het kan wel wat beter met het onderhoud van de wegen en vaarwegen in onze provincie. De ChristenUnie maakt zich hier grote zorgen over. Er moet 15 miljoen gevonden worden om de slechte beschoeiing van de Drentse kanalen te vervangen. De stalen of betonnen kaders van de vaarwegen. De staat daarvan is op sommige plekken zo slecht dat onderhoud geen zin meer heeft. Maar dit komt toch niet uit de lucht vallen? Ja, nou ja, we kunnen wel zeggen dat wat dat betreft ook wat achterstallig onderhoud is, denk ik, in de provinciale administratie. En ik denk dat het heel goed is dat daar nu orde in geschapen wordt. En met 15 miljoen zijn we er misschien nog niet. Dat kan misschien nog wel in de loop der tijden nog een hoger bedrag worden, want we hebben heel wat walbeschoeiing die de komende jaren moet worden vervangen. En dat is wel een mooi voorbeeld dat wat tot voor kort dacht dat het onderhoud is, dat dat een investering is. Dat hoeven we niet in één keer te lasten van de begroting te brengen. Dat kunnen we over 50 jaar afschrijven. Dus het is wel een groot bedrag in investering, maar het is in jaarlasten is het een beperkt bedrag. Maar de provincie moet het wel in één keer ophoesten. Of uit de spaarpot of ervoor lenen. De ChristenUnie wil dat Bijl met een beter onderbouwd voorstel naar Provinciale Staten komt. En dat gaat hij doen. De provinciale Drentse wegen liggen er over het spik en span bij. Maar er is wel een structureel tekort van 1 miljoen euro voor het wegenonderhoud. We maken ons er zorgen over dat we of we wel voldoende geld reserveren voor het onderhoud van onze wegen. En dat is niet voor het eerst dat jullie aan dat belletje trekken. Dat klopt. We hebben daar de afgelopen jaren meerdere keren al aandacht voor gevraagd in Provinciale Staten. En waar komt dat tekort nou vandaan? In het verleden werd vaak nog wel eens een weg aangelegd
uit eenmalige middelen. We kregen subsidies of uit een reserve. En dan is de focus gericht op wat kost het, hoe dekken we het. En wat minder op het onderhoud wat er achterweg komt. Ja, nou, wat ik heel belangrijk vind is dat we rekeningen niet doorschuiven naar toekomstige generaties. Dus als wij wegen aanleggen, moeten we ook ervoor zorgen dat we die in de toekomst kunnen blijven betalen. Het onderhoud daarvan. Het is een hele kwetsbare groep. Kinderen met een beperking die niet meer thuis kunnen wonen. De bedoeling is om hen zoveel mogelijk in gezinssituaties onder te brengen. Maar door de coronacrisis zijn er niet genoeg nieuwe gezinnen die kinderen op kunnen vangen. Kinderen die hier wonen, zijn nu 6 kinderen, die bieden wij heel veel structuur, voorspelbaarheid, regelmaat en rust. Rust, reinheid en regelmaat zouden goed moeten zijn voor elk kind, maar zeker voor kinderen met een verstandelijke of psychische beperking. De zoektocht naar een geschikte woning of gezinshuis is altijd al moeilijk, maar door de coronacrisis komen er bijna geen nieuwe huizen bij. En daarnaast zijn de aanmeldingen wel toegenomen, ook vanwege de coronatijd, hè, waardoor kinderen toch vaak in de thuissituatie wat meer in de knel komen. Dus ja, het gaat een beetje scheef groeien. De zorg rond de kinderen wordt geregeld door COSIS. De zorginstelling wil juist zoveel mogelijk kinderen in een zo normaal mogelijke gezinssituatie laten opgroeien. Je wil een kind een goede plek bieden. En dat maakt dat je dan ergens anders moet gaan kijken of er plek is in een gezinshuis. En anders komen deze kinderen toch op een groep te wonen. En dat vinden we toch wel heel zonde. Eigenlijk is het voor kinderen gewoon heel fijn om, mochten ze niet in het biologisch gezin kunnen opgroeien, dat ze gewoon wel in een soort gezinsvorm kunnen opgroeien. En dan is dit een fantastische vorm. Een kwetsbare groep kinderen krijgt door het tekort aan gezinshuizen mogelijk niet de zorg die ze verdient. Nieuwe gezinsouders zijn ook niet zomaar gevonden. Ze moeten een zorgachtergrond hebben, goed kunnen samenwerken en bereid zijn met de biologische ouders contact te houden. Daarnaast moeten ze ook een uitgebreide training volgen. Je moet wel echt een weloverwogen keuze maken en kunnen maken. Dus je moet goed weten waar je aan begint. En dat is niet voor iedereen weggelegd, inderdaad. En als we dan zien, zeg maar, als kinderen bij ons binnenkomen en hoe ze zich dan ontwikkelen, al zijn het kleine stapjes, wij vinden dat prachtig. Is dat ook waarom u... Dat is waar wij energie van krijgen. Dat is waarom dat wij dat doen, ja. Ja. Geen molen ontkomt eraan, onderhoud. Ook Korenmolen Grenszicht en Emme Kompaske moet eraan geloven. Maar eens in de 10 jaar moet er iets speciaals gebeuren. De roeden doorhalen. Een hele klus voor molenbouwers. Je bent met de natuur bezig, je bent met een monument bezig, je bent vrij. Dat is prachtig. Nou ja, roeden doorhalen is een werkzaamheid aan de molen die 1 keer in de 10-12 jaar moet gebeuren. En wat ze dan doen is, het is eigenlijk een controlewerkzaamheid. Ze gaan controleren of het metaal van de roe, dit geheel noemen ze een roe, of het metaal van de roe in het midden, in de askorp, nog dik genoeg is. Die roeden die zijn 22 meter lang en in het midden zit die vast gewicht in de askop. En de askop, daar kom je normaal niet bij met verven en schilderbeurten. Dus dan halen we alles los, gaan we borgen, drukken we hem omhoog, ongeveer 1 meter. En dan gaan we datgene wat in de askop zit, dat gaan we ontroesten, behandelen en dan weer laten zakken. Dit gevlucht is uit 73. En er zijn ook wel molens in Nederland die met een gevlucht uit 73 al wel... tot de constatering kwam van hij is niet dik genoeg en dan moet de roe worden vervangen. Ja, met onze vrijwilligers proberen we heel veel onderhoud ook zelf te doen. Maar je hebt ook werkzaamheden die kunnen we niet zelf, waaronder dit doorhalen van de roeden. Het is een behoorlijke ingreep omdat het iets is wat van de werkzaamheden die we uitbesteden een van de duurste werkzaamheden is. Dit kost zo'n beetje €7.000, deze controlewerkzaamheid, wat natuurlijk een behoorlijk bedrag is. In 1 keer in de 10-12 jaar. Je bent er een hoofdwerker bij nodig. Je bent er, de molenbouwers, de professionals erbij nodig. Dus dat is voor ons wel bijzonder. Ja, hij ziet er heel mooi uit. Hij is heel mooi vlak, heel mooi strak. Er zitten een paar roespuntjes in, een paar putjes heet dat. Maar niet noemenswaardig. Dat ding kan over 10 jaar wordt het ding gewoon weer doorgehaald. En dan zien we wel verder. Het ringde. En gelukkig waren ze hier in Geelenbrug in de zagerij zo gastvrij om ons even te laten schoenen om fatsoenlijker weer op te kunnen nemen. Maar ja, met dit weer kun je bijna niet buiten weten.
Ja, het is voorlopig ook nog niet droog. Vanavond ringt het rustig deur en ook vannacht giet het er nog flink bij. Er komt nog aardig wat regen aan. En echt warm wordt het ook niet met een graad of 13. En dan meen dat morgen beter wordt. Nou, in de ochtend niet, dan ringt het vrolijk wieder. En pas in de middag krijgen we wat droogere perioden. Er komt de zon erbij en dan kan het toch nog goed komen op een graad of 17. Nou, dan kijken we nog even vooruit. Zaterdag is nog wel een wisselvallige dag. Er is wat regen, maar er is ook ruimte voor de zon met een graad of 18. Ja, vanaf zondag gaat het echt beter weer worden. Dan is er wat meer zon, een graad of 19. En maandag nog een stukje zonniger. En dan is het hold hier in Groenbrug niet meer het enige wat dreugt. Ik zeg tot morgen. Dankjewel, Robert. En dat was hem alweer. Kijk voor het laatste nieuws op onze site rtvdrenthe.nl of in de app. Hier zo Struun met Harm Dijkstra. Veel plezier erbij, fijne avond en heel graag tot morgen. Dag.